Het schitterende weer van afgelopen weekend en de massa gratis tickets die verspreid werd, heeft heel wat toeschouwers naar Ter Lame gelokt. Zo'n 40.000 kijkers voor de tweede Belcar-manche van het seizoen. Heel wat volk, zoals altijd ook op de quid. Maar de polepositie, die is leeg. Daar had de Corvette moeten staan van Marc Goossens en Frans Lamotte. Maar in de warm-up was Lamotte met de Corvette van de baan gegaan. De warm-up zondagmorgen. Het SRT-team heeft uren moeten werken om de auto weer klaar te krijgen. Dat is ook gelukt. Maar dan was er een probleem met de starter, zodat de Corvette niet op de startgrid raakte. En Frans Lamotte die moet vertrekken vanuit de pitlane. Intussen heeft Fred Bouvy met de Red Bull PSI Porsche de leiding genomen. Daar gaat Lamotte met de Corvette. En de Corvette mag de baan op als het hele veld over de start is gekomen. Eerste keer de chicane. Bouvy aan de leiding voor Kuismanen. Bert Longin in derde positie. Dan komt David Hart. Start nummer 7 is de AD Sport Porsche Biturbo van Jos Menten en Albert van Ierschot. Met de Nederlander Jos Menten die de eerste stint afwerkt. Een vrij mooie voorsprong voor Bouvy in de 8. Deze Porsche kwam minder goed door in het New Race Festival. Omwille van problemen toen met de versnellingsbak. Maar nu lijkt het lekker te lopen. Kijk eens. Einde van de eerste ronde. Bijna. En al een paar seconden voorsprong voor Bouvy. Op Kuismanen, op Longin en op David Hart. Een Porsche gevolgd door 3 Vipers. De Vipers die de afgelopen 16 races van de Belcar hebben gewonnen. 16 keer na elkaar een Viper op de hoogste podiumtree in de Belcar. De rest van het 50-koppige startveld. Daaronder meer de Jaguar 52 van Duwe en Chauvel en de 37 van Kuppens en Ugeux, de Gilet Vertigo. Hier aan het inhalen, aan het remonteren, de 3 van Frans Lamotte. De Chevrolet Corvette met een zwarte motorkap. Ze zijn die nog in allerijl gaan halen in Brussel om de auto klaar te krijgen. Volop aan het inhalen nu. Dit trio, de 3 Vipers, jagend op die Porsche van Fred Bouvy. Kuismanen nog altijd voor Longin en David Hart. Hart intussen voorbij Longin. In het gedeelte aan het kanaal. Dan stuiven ze de rechte lijn op na de Bianchi op weg naar de chicane. Met dan een vrij vroege pitstop voor David Hart. Het team was trouwens niet klaar voor zijn pitstop. Maar Hart kloeg over vlakke plekken op zijn zachte Pirelli's. Hij liet daarom nieuwe banden monteren, verse banden en dan weer weg. Maar de koers is dan naar de knoppen natuurlijk, want hij moet nog eens binnenkomen straks voor de verplichte pilotenwissel. Bouvy heeft nu al een tiental seconden voorsprong. Op Pertti Kuismanen in de 4, in de Finse Viper. En nog verder op de GLPK Viper met Bert Longin op een 25-tal seconden. Ook Longin klaagt over zijn banden. GLPK. En het David Hart team hadden voor deze manche in de Belcar een nieuwe evolutie gekregen van Pirelli. Maar die bleek te zacht voor de weersomstandigheden. Daar de Stealth B6 van Laurent van Moerkerke en Bernard de Drijver. Mooi in 5e positie achter de Porsche en de 3 Vipers. En dan komt Jos Menten in de 7 in de AD Sport Porsche Biturbo. En dan problemen op de 2e PSI Porsche, die van Marcus Pantala, de Finn en Leo van Zanden. Het linker achterwiel is wat losgekomen. En Pantala moet binnenkomen voor een niet geplande pitstop uiteraard. Intussen is Frans Lamotte met de Corvette opgerukt naar de 12e positie. De 6e plaats voor het jonge duo Ruben Maas en François Verbist. De 17e ex-Mantai Porsche Biturbo van RS Racing. Pitstop meepikken hier bij AD Sport en bij de broers Wouters op hun Euphony Porsche. Ze wachten op hun nieuwe Porsche. Die komt eraan voor de Spa Euro Race. Daarmee zouden ze toch moeten kunnen meespelen in de top 5. Voorlopig nu in 9e stelling.
En dan de leider die binnenkomt. Fred Bouvy eruit. Vincent Vossen neemt over op de PSI-machine. We hebben dan een dikke halve minuut voorsprong. Vossen weer op pad. En zien of hij zijn voorsprong kan verdedigen. Mark Goossens vraagt aan de cameraman om even uit de weg te gaan. Er mag geen tijd verloren worden. Aan het tanken intussen. En pas dan kunnen ze de Michelins wisselen. Vermelden dat de leidende PSI Porsche van Bouvy en Vossen op Dunlops rijdt. Michelins dus op de Corvette. Michelins ook op de Kuisman en Viper. En Pirelli's op de GLPK Viper en die van David Hart en Mike Heesemans. En dan moet Goossens in gang geduwd worden door het team. Nog altijd dat probleem met de starter. Mark Goossens op weg. Dit zijn de winnaars opnieuw in de GTB-klasse. Net als tijdens het New Race Festival. Lefort en Lambert met hun Porsche GT3 RS. Tweede positie voor deze Gilles Vertigo. Die wat zand gaat vreten in de Jacques X chicane. Renault Cupens en Sébastien Huge tweede met de Gilles. Een tijd lang voorin te vinden deze Ultima BMW GTR van Erik Kwik en Christophe Chauffoy. Ze zullen later uitvallen met een gebroken aandrijfas. Ook opgave voor de tweede Ultima, die van Peter Theus en Patrick der Dalen. Ook opgave noteren voor de broers Tiers, Hans en Frank Tiers met hun Porsche. Gaan eruit op het moment dat ze aan het meespelen waren voor de zege in de GTB-klasse. De derde plek in GTB gaat zo naar Frank van Krijnest en Philippe Duntant in hun Porsche. Pitstop dan voor de leider in toerisme. Georg Severich die binnenkomt. Severich deelt de BMW met Gino Kenis. Er hangt heel wat olie aan de voorruit. En dat belemmert natuurlijk het zicht voor Severich. Kenis die alles wat schoonveegt. En dan Edwin Segier, de nieuwe teamchef van GNA Racing, die de BMW weer loslaat. Op weg naar de zege in de toerismeklasse en de 16e plaats algemeen. Kenis en Severich. Tweede plek in TA. De zege was dus voor Kenis en Severich. Tweede plek in TA voor de 61 van Patrick Belien en Jan Jacobs. In hun BMW M3 GTR. En de derde plaats in TA gaat naar de Ford Mondeo Turbo van Van Delm en Burik. De Mondeo Turbo van MSE. Pitstop hier bij BRI. De Volvo weg met Dries Heijman nu aan het stuur. Aan de rechterkant. Patrick Snijers is binnengekomen voor de pitstop. Snijers en Heijman samen op de Volvo. Waren op weg naar de zege in de TB-klasse. Tot de versnellingsbak begon te haperen. En zo moest Heijman met heel wat achterstand proberen de finish te halen. Dat is ook gelukt. Maar dus geen overwinning voor Heijman en Snijers. Wel voor de 81 van Moury en Morlet in de TB-klasse. Van de 52 van Marc Duet en Martial Chauvel. De Jaguar Silhouette X-Type van Motorsport International. Die het haalt in de Silhouette-klasse. Ze kloppen de 51 van Vincent Radermecker en Olivier Muitjens. De Ford Mondeo. Die iets te zacht geschoeid was voor het warme weer van afgelopen zondag. En de derde plaats voor Stefan Bellingen en Rafael Koenen in hun BMW Silhouette. Ze moeten nog wat werken bij KS Motorsport om de kloof met MI goed te maken. Opgave dan melden voor Mark Goossens. Was teruggekomen tot de zesde positie. Maar dan ging de gaskabel stuk op de Corvette. Dus weer geen punten. En ook geen punten voor David Hart en Mike Heesemans. Nog altijd nul punten voor Heesemans en Hart. De derde plek in Zolder is voor Bertie Kuisman en Karl Hasenbichler. In de Finse Viper de tweede plaats die gaat naar Anthony Kumpen en Bert Longin. Kumpen die net als Longin gehinderd werd door te zachte Pirelli's en door een kapotte splitter. De overwinning die gaat naar PSI. Voor het eerst sinds het Racing Festival van 2001 in Francorchamps nog eens een Porsche die wint in de Belkade. Zegen dus voor Fred Bouvy en Vincent Vossen. Maar Kumpen en Longin blijven het GT-klassement aanvoeren. Ja.